Gaan we de boel even opstellen volgens de bokregels, want we willen natuurlijk geen ongelukken met elkaar. Voorkomen is daarin beter dan genezen. Als je dat maar deur hebt. Trouwens, heb je nou wat geregeld met van de vergunningen van de gemeente? Jazeker, ik heb de gemeente gebeld en de vergunning verkregen, dus we kunnen beginnen. Oké, maar voordat je begint met karbietknallen, doe dat met iemand die ervaring heeft met karbietknallen. Dus een bok. Ja, veilig karbiet schieten, dat kan natuurlijk maar op één manier. Dat is met oorbehoedsmiddelen. Dat zijn oordoppen en de veiligheidsbril. Want hoe je het ook doet, doet het in ieder geval veilig. En hou tenminste 1,5 meter afstand. Hé? Zeg hier! Voordat we gaan knallen, controleren we eerst de melkbus op de bodem. En dat ziet er in dit geval supergoed uit. In het kader van de veiligheid schiet men niet met deksels. Want echte bak heeft bal. Het blijft altijd spelen met vuur. Dus zorg dat je altijd wat te blussen bij de hand hebt. Oftewel een emmer water of een bak met zand. Hij lijkt helemaal veilig wat doen. Ga in ieder geval nooit in die bus zitten. Never nooit niet. En ontsteek hem met een gasbrander of een fakkel. De wederim van. Dat ging erin weer bij, of niet? Ah. Ja, dan hebben we een paar beste klappen. En jongens, denk erom, hè. Doe het in ieder geval veilig. Hou die 1,5 meter afstand en verknal het niet dit jaar. Daarbij pas een echte bok.